5 graden, hudde wien en koud zout wetter. Dat wie de uitdaging voor de mensen die te doek ontwadden. Je moet er eens net om denken, toch? Het waait dat het rikket. Ja. En toch een naïer zoek. Tuurlijk. We hebben geen watjes. Maar zo'n 200 mensen gingen de street om. Ik nog voor het goede doel, want opbrengsten gingen naar de KNRM. Wauw. Hey, oh, je badpak al aan? Ja, die zit hieronder. Dus we gaan het doen. Echt waar? Ja, ja, ik heb het op Facebook gezet, dus je kan ook niet meer terug. It's salt, it's muddy, it's cold. Sounds yeah. Perfect. I love it. Sounds just like great. Maar waarom doe je nou mooi? Het leek me heel erg leuk. Ja, je moet een klein stukje langer lopen, maar halverwege Vlieland, daar is diep genoeg en dan kan je hem daar even dukken. Je bent maar machtig uitgedrukt. Verwacht je hem slachtoffers? Nou, we verwachten het net, maar het is om het voorkomen dat, net, dat we geen slachtoffers krijgen. Meestal mooie onderkoelingen of hartfalen of zo, daar ben ik gewoon bij om te ondersteunen. Waarom zelf net? Wij moeten de meesten helpen. De meesten zijn haar uit de client. Het is haast Jelvertrein hier op het Hazerstrand. En ik ben de minste net. Wij als zomer op Friesland staan midden in de meerskip. Dus geven we ik mooi zien al om de zee in. Voor een fris en prachtig twatoestviefje. Oh. Dit is net normaal. Dit is koud. Wat een ongelofelijke frisse doek in dat prachtige water dat wij Friesland hebben. Ik had geen gevoel meer in mijn benen. Zo koud was het. Maar je hebt het gedaan. Ja. Ben je trots op jezelf? Ja, heel erg. Nou, drink maar lekker je chocomel op. Ja. Ja, ik word heel blij van. We worden er blij van. Ja, precies. Yay. Het leven is leuk. Ja, geweldig. Volgend jaar allemaal aankomen.